Oh, fuck. Finale, shit. Ik kan niks verkeerd doen, weet je. No matter what, ik moet hem echt halen. Ik moet alles uit de kast halen. Hij heeft me echt opgeramd. 50 minuten. Zenuwen. Die zijn toch wel vrij sterk op dit moment. Sorry allemaal, ik ga eerst deze doen. En dan kijken we hoeveel tijd er nog over is, ja? Inkmaster. Meester van de Lage Landen is... Fuck, laatste aflevering. Ik heb het gemaakt. We made it. I made it. Het is gewoon iets wat ik gewoon had gehoopt. Bij de laatste drie zitten en daar zit ik dan. Super tof dat ik in de finale zit. Ja. En ik ben ook heel blij dat ik tegen Robin en Matthew mag strijden. Ik wil gewoon die beker mee naar huis pakken. Vandaag is de laatste Flash Challenge. Ik ben heel benieuwd wat ze voor ons in petto hebben, maar ik ben ready. Gefeliciteerd. Voor ons staan drie finalisten. En het is tijd om de mes te slijpen. Want er gaat er natuurlijk maar eentje naar huis met de titel Ink Master 2018 en €20.000. De afgelopen weken hebben wij jullie creatieve skills getest. En ook hebben wij gekeken hoe goed jullie zijn in verschillende tattoo-stijlen. Black and Grey, Dotwork... Trash Polka. Vandaag komt alles samen. Jullie moeten laten zien dat een ware inkmaster nergens voor terugdeinst. Volg mij. Ja, ik werd vanmorgen wakker, wel stressy, maar ook met wel een echte vechtlust. En de laatste Flash Challenge, die moet ik gewoon echt winnen. De focus is aan. Eyes on the prize. En dat is gewoon die mindstate die je moet hebben. Voor de laatste Flash Challenge van deze competitie... stroomt deze hal zo meteen vol met mensen. Deze canvassen hebben één ding gemeen. Ze willen allemaal een tatoeage. Aan jullie de taak om in 7 uur tijd... zoveel mogelijk mensen van een tatoeage te voorzien. Let op, de jury oordeelt... niet alleen op kwantiteit, maar zeer zeker ook op kwaliteit. En ondertussen zie je opeens Boudin de deur uitkomen. Martina en Mick. Ik dacht echt, what the fuck, jongen. Hey, Martina die heb ik natuurlijk al een heel poosje weer niet gezien. Ze zijn hier natuurlijk niet voor niets. Dit zijn jullie shopmanagers vandaag. Ze gaan ervoor zorgen dat jullie zo efficiënt mogelijk kunnen werken. Ze zullen de canvassen naar binnen halen en jullie shop schoonhouden. Toen Boudin daar kwam, is het wel een soort, weet je, vertrouwde omgeving eigenlijk. Die shop is niet meer vreemd. Die hoort dan gewoon, ja, bij jou. En dat is wel gewoon iets wat je op zo'n moment nodig hebt. Miek was de perfecte persoon om bij mij te zetten. We zijn 2 handen op 1 buik. Degene die deze Flash Challenge verliest... zal in het zicht van de finish alsnog zijn koffers moeten pakken. De overige 2 zullen morgen de ultieme strijd aangaan in het laatste deel van deze finale. Er kunnen er maar 2 door naar de hele grote finale, dus ik wil wel 1 van die 2 zijn. No matter what, ik moet hem echt halen. Ik moet alles uit de kast halen. Oh, fuck. Finale, shit. Ik kan niks verkeerd doen, weet je. Okay. Vandaag komt het dus aan op snelheid, communicatie en stalen zenuwen. Let's go to work. Wat is je bij mijn floor manager? Ik ben je floor manager. Ik ga me rocken, hè? Ik ben jouw floor manager. Vandaag. Ja. Ja. All right. Zowa? Zien zitten? Yes, zeker. Yes. Kom. Okay. Ja, ik heb een hele berg Flash designs meegenomen en getekend. Dus allemaal designs ready to go. Zodat je gewoon op elk moment voorbereid bent om jouw toffe shit te maken. Ja, ik wist in die finale... moet je gewoon iets met Flash tatoeages doen, dus je moet er gewoon op voorbereid zijn. Liefst gewoon zwart gewoon houden. Deze die mag dan iets kleiner. Deze mag geen kleur. Ja, het was echt conventie toen iedereen binnenkwam. Het was echt een soort de floodgates gingen open en zo.
hele stroom met mensen. Ik doe het liefst allemaal black en grey en eigenlijk zwart met dotwork. Ja, ik doe hem op mijn benen. Het was best wel heavy om zoveel volk ineens die zaal te zien binnenstromen. Gaan die mijn tekeningen goed genoeg vinden? Gaan klanten genoeg vinden? Ik merkte al gauw toen al die mensen naar ons toe kwamen om een fles uit te zoeken dat het best wel chaotisch ging. Dus ik ben gewoon echt iedereen één voor één gaan aanspreken. Ik denk dat dit voor de rug misschien wel een mooi stukje zou zijn boven. We zullen met die beginnen, jij wel tien. Heb je eerste klant? Yes! Yes. Goed, ik denk dat ze nu eerst in mijn tennis gaat doen en zullen we u als tweede pakken. Eén van deze twee, dus mijn schouder opladen. Als je hier zit, dan heb je eigenlijk geen symmetrie, dus dat zou ik sowieso afraden. En op welke plek wil je hem hebben? Op mijn bovenbeen. Welke? Links. Als tweede kan je die roos doen. En als derde mogen we de hart zitten. Wat je ook kunt doen, is nadat we deze hebben gedaan, dat je gewoon naar Matthew gaat. En dat je daar gewoon niet stil gaat zitten. Dat je gewoon zijn hele tatoeage gewoon verpest. Ja, dikke vinger. Oh. En dan ga jij hem weer dan fix ik hem wel. Ja, okay. Sure. Dan kom je gewoon bij ons in de shop langs en dan zorg ik dat het goed gaat. Je mag gewoon geen steekjes laten vallen. Alles valt op. En je gaat meteen naar huis. Op een tattoo-conventie is van oudsher een dingetje, wie gaat de eerste tattoo zetten? Wie heeft first blood? Ready? Yes. Yes? Let's go. Blijkbaar had ik het first blood. Ik heb het eerste bloed laten vloeien in de conventie-arena. Dat was wel een goed gevoel direct. Wat we heel graag willen zien, alle tattoos gewoon heel strak, crisp, netjes, clean, goed geplaatst, goede lijnen. Alle stijlen, alle plekken, gewoon alles uit de kast halen om ons gewoon vandaag weg te blazen. Ja. 5:30. Anderhalf uur voorbij. Yes, ben al aan. Mooi, was even inkomen. Ja. We hopen uiteindelijk 7 man getatoeëerd te hebben. Ik zal mijn meester is gaan helpen. Hey, maar je mag ook gewoon van shop veranderen, hè? Wat? Ik bied je ook een baan aan, hè, bij deze. Ja? Ja, als floor manager. Nice. Ik laat Team België niet in de steek. Ja. Ik ben klaar. Ja, nice. Oh ja, heel gaaf. Vind je het wat? Ja, heel mooi. Zo, je bent klaar? Ja. Hoe lang heeft hij erover gedaan? Uurtje anderhalf? Nee, ik denk 3 kwartier. Oké, dankjewel. Dankjewel. Heel slim gedaan. Wat is er slim? Ja, hij heeft een soort gradient gemaakt in het roosje. Mm-hmm. Waardoor hij niet weet je, echt hoeft te schaduwen in het roosje. Dus hij heeft een soort van donker naar het licht gedaan. En wat ik mooi vind, wat ik hem voor het eerst zie doen, is dat hij nerfjes in de blaadjes heeft gedaan. En dan nummer 2. En dan nummer 2 al. Om doorknallen. Is al met z'n tweede bezig. Ja, maar ja, Robin heeft ook meer basic design, denk ik, gemaakt. Ik neem liever mijn tijd ervoor en dat ik deze zal rushen. Robin, volgens mij ben je als enige met de tweede bezig. Het gaat nog steeds om kwaliteit, dus ik ga niet aan. Robin is met z'n tweede begonnen, ja, begrijp ik met de ontwerpen die hij heeft liggen. Oh, zeker allemaal pepper shading en dikke lijnen, of niet? Huh? 3 uur voorbij, nog 4 uur te gaan. Toch? Super netjes. Weer een keurig tattoo. Ik vind hem heel mooi strak. Ja, heel misschien nog wel een heel klein beetje schaduw in het handvat had er gemogen. Het zit erop, man. We zijn klaar. Vind je het dan? Hij schreeuwde. Ja, toch? Hij schreeuwde, nice. Man. Oh ja, ik ben Lisa. Hey. Is dat lekker? Ja, ja. Ik denk nog geen 2 minuten later zie ik mijn canvas keihard huilen. Dus ik ben er meteen naartoe gelopen en ze had het gewoon emotioneel heel moeilijk. Ze liet een design van mij zetten dat een fles voorstelt met een kaars in die nooit niet uitgaat. En zij wou er graag een lintje bij van kanker, omdat haar mama worstelt met kanker. Nee, je hebt precies neergezet wat ik wil en okay. Wat de bedoeling is. Het is echt alsof je... Even...
Klopt, een sigaretje. Ja, dat was wel heavy op die moment. Want ik kon bijna zelf een traantje laten eigenlijk, omdat ik zo meeleefde met haar. Dankjewel, Joyce. Ja. Je hebt nu altijd een herinnering. Hè? En het is nog niet... Het is er nog, hè? Ja, dat is voor 2 jaar geopereerd, dus dat is goed. Positief, denk je? Hij is nu al met zijn derde bezig. Ja. Robin is een tacticus. Die heeft precies uitgerekend. Zo lang doe ik erover. Zoveel ga ik er doen. Dat weet hij volgens mij al. Ja, maar gewoon zijn manier van schaduwen ook is zo slim bedacht. Dit is hem geworden, ja, Superman. Hij heeft me echt opgeramd. 50 minuten. De hand is niet de makkelijkste plaats. Ze zeggen ja, een echte inktmaster danst van iets terug. Dus daarmee geen probleem. Gaaf. Ik vind hem echt heel mooi. Gaaf, hè? Gaaf. Ik vind het echt super vet. Ik vind de kleurenflow van het donkerrood naar het licht naar boven. Ja. Vind ik heel leuk gedaan. Zie je bijna nooit. Ik denk dat ik er wel heel even nog, omdat hij boven licht is, heel klein, heel licht schaduwtje hier achter. Zou ik wel hem doen? Ja. Dan wordt hij ietsjes mooier. Ah, juist. Mag ik een handje geven? Ja. Ja. Is het wat? Ja, ik vind het echt heel mooi. Ik ben trots op je. Dankjewel. Graag gedaan. Hoi. Nou jongens. Wederom. Ik probeerde wat te zoeken. Het is niet te vinden, hè? Het is alleen... Hij moet nu... De volgende tattoo moet iets uitdagen. Dat meisje die had op een gegeven moment zoveel pijn en ging huilen. Ik heb wel tegen haar gezegd van, dan stoppen we ermee. We maken gewoon de hand af. Dan wachten we gewoon even met de bloem. Als je het wel redt, dan gaan we wel gewoon door. Ja, het is heel jammer als je je werk niet af zou kunnen maken. Ja, dan zorg ik gewoon voor dat de hand er mooi op staat. Ja? Word jij de nieuwe inkmaster? Ja. We gaan wel goed vandaag in ieder geval. Ja. We zijn al tot hier gekomen, dus ik hoop dat ik gewoon de titel naar huis neem. Dat is ook maar net een beetje wat de rest vandaag doet. Wel een hele lastige plek. Ja, inderdaad. Maar ja, we moeten laten zien dat we van niks terugdansen. Thank you very much. Jij bedankt. Heel blij mee. Jij wilde een pistooltje. Ja, ik denk dat dat heel wat tof past. Sorry allemaal, ik ga eerst deze doen en dan kijken we hoeveel tijd er nog over is, ja? Thanks allemaal. Gaat u nu weer een beetje? Ja? Ja. Gelukkig, je doet het goed samen. Finalisten, het laatste uur gaat in. Top. Thanks. We nailed it. Merci voor mijn bitch te zeggen vandaag. Ik had eigenlijk in mijn gedachten om een stuk of 10 tattoos te zetten. Ja, dat is misschien te veel gevraagd. Ja, ik zelf heb 5 tattoos kunnen zetten en ik ben heel zenuwachtig voor de kritiek. Ja, ik heb in 7 uur 7 tatoeages gezet. Of het genoeg is, weet ik niet. Ik weet dat de andere mensen fucking goed zijn. Dus het is echt... Ik heb geen flauw idee. Ik benijd de jury niet. Het gaat heel kut voor hen zijn. Het gaat heel lastig zijn, denk ik. Matthew, 6 pieces. Ja. Verschillende dingen zie ik ook. Kleur, blackwork. Ja. Bewust, per ongeluk? Nee, bewust gedaan. Morsen, wat zie jij? Ja, overal zijn het allemaal hele nette tattoos. Mooie strakke lijnen. Inderdaad, mooi dat je blackwork hebt laten zien, ook wat kleur. Vind alleen dat het handje wat mooier was geweest als je een aanzetje van ja, de beestjes op de hand had gemaakt. Ik vind het heel mooi dat je ook kleur hebt laten zien. Er is een hele mooie gradatie in de roos van rood naar oranje-geel. Wat ik er voornamelijk mooi aan vind, is dat het hartvorm helemaal geïntegreerd is in de roos. Superleuk gevonden. Ja, overal mooie tattoos. Dankjewel.
Joyce, je hebt jezelf vandaag een paar uitdagingen gegeven. Ja, ik wou dingen tonen die ik anders misschien niet direct zou doen, omdat ik nogal een realistisch tatoeëur ben normaal gezien. Maar Inkmaster heeft mij toch wel geïnspireerd om ook andere stijlen aan te gaan. En ik had er wel heel veel plezier in, ja. Er zijn ook echt uitdagingen. De borst was ook niet een gemakkelijke borst. De hand is niet een makkelijke plek. Het enige wat ik misschien wel had willen zien, wat het mooier had gemaakt, is in het flesje heb je de golfjes, eentje achter, eentje voor. Had ik die voor misschien nog alleen een aanzetje blauw gezien, dat het een beetje schuim, dat het echt een golfje was geweest. Dus dat hier nog een beetje huid open was gelaten als een soort schuimlaagje. Ja. En je communicatie met je canvas. Ja. Dat meisje werd heel emotioneel perfect gedaan. Een klein puntje ergens, denk ik dat het hartje op de borst aan de onderkant een tikkie uit het midden zit. Dankjewel, Joyce. Dankjewel. Robin, ik tel 7 tattoos. Ja. Je hebt gas gegeven vandaag. Complimenten, jongen. 7 volwaardige tattoos. Allemaal weer Robin strak. Dankjewel. Eén klein dingetje zag ik in de hand met de pistool. Ja. De knokkels kloppen niet helemaal. 2 knokkeltjes zitten net even te dicht bij elkaar. Andere knokkeltje zit net even te wijd open. Die had je misschien iets gelijker moeten verdelen. Ik vind alleen de razor blade zit in de blade. Loopt een lijntje wat niet helemaal lekker ging. En net van de 3 sterretjes zit er eentje die niet helemaal lekker loopt. Maar, wat Errol zei, weer hartstikke strak. Goddamn Robin. Well done. Dankjewel. De verwachtingen zijn echt helemaal nergens. Nee. Iedereen heeft het goed gedaan. Ja, dus waar het van af gaat hangen is voor onze vraag en voor de jury een weet. Het goede nieuws is, ze hebben allemaal als een ware finalist gepresteerd. Hele goede tattoos. Kleuren, goede verzadiging, rete strakke lijnen heb ik overal gezien. Maar ook kwantiteit hebben we ook gezien. Ook dat, maar... Dus laat ik het zo zeggen. Er moet iemand de competitie alsnog verlaten nu. Hè, met de finish in zicht. Dus we gaan iemand naar huis sturen op basis van kleine details. We moeten eigenlijk gewoon verder gaan zoeken dan de criteria die we tot nu toe hebben gehanteerd. Wat hebben ze ons laten zien? Of wat probeerden ze ons te laten zien? Hoe zijn ze uit hun comfortzone gestapt of niet? Of juist niet. Ik heb er toch één gezien die... Weliswaar al, hè, wat goed presteerde, maar netjes binnen eigen genre bleef. Ja. Ik zou wel graag die eliminatietatoeage willen doen, in ieder geval. Dat zou ik wel heel tof vinden. En dan gewoon één van jullie verslaan. Dat is wel het doel. Inderdaad. Maar ja, nu heb ik wel zo'n strijddoel, ja. Ja. Zeker weten. Het is nu niet meer gezellig. Ja, het is gezellig, maar in je hoofd ben je gewoon gefocust van dit moet perfect zijn. Want als ik niet perfect ben, dan lig ik eruit. Je hebt nog... Ongeveer 3 seconden, want Errol gaat nu zijn naam in mijn oor vertellen. Wie er weg moet. Wie er weg moet. En jij? Wij zijn het eens. Ja. Wij zijn het eens. No shit. Ja. Ik denk dat we allemaal ook een klein beetje pijn voelen. Oh ja, zeker. We zijn het wel eens. Dat had ik bij alle 3 gehad. Les jeux sont fait. De kaarten zijn geschud. Het is tijd voor de uitslag van de Flash Challenge. Vrouwen. Allemaal zaken die een man kapot kunnen maken. En dat is het onderwerp van de laatste eliminatietattoo. A man's room.
Deze iconische tattoo wordt slechts door twee van jullie gezet. Les jeux sont faits, de kaarten zijn geschud. Wie van jullie gaat deze tattoo zetten en het tegen elkaar opnemen in de final battle? Het is tijd voor de uitslag van de Flash Challenge. Het was de lastigste keuze die wij hebben moeten maken, deze competitie. Jullie hadden alle drie goede designs, strakke lijnen, mooie shadings. Alle drie hebben jullie laten zien goed te kunnen communiceren met je klant. Dus we hebben het gezocht in lef. Een ware inkmaster neemt altijd risico. In het heetst van de strijd, op het scherpst van de snede. En een van jullie heeft dat vandaag net iets minder gedaan. Wij nemen afscheid van... Robin. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, bro. Gefeliciteerd, man. Thanks, man. Dank jullie wel. Matthew en Joyce, van harte gefeliciteerd. Ja, dank je. Dankjewel. Robin, je was een fijne kandidaat, maar jij moet gaan. Dank jullie wel voor dit alles en jullie ook. Veel succes in de finale. Dank je wel. Dank jullie wel. Dit was het. Ja, balen, maar ik ben super, super tevreden met wat ik heb gedaan. Mensen waren happy. Ik ben heel blij en heel dankbaar eigenlijk voor de hele kans en het hele verloop. En ja, super trots op Matthew en Joyce dat zij in de finale zitten. Dus succes, jongens. Het is heel spijtig voor hem natuurlijk, maar langs de andere kant, ik denk dat Matthew wel een waardige tegenstander is voor mij. Ja, wel heel relaxed dat Joyce en ik nu over zijn. Fucking spannend. Er is geen tijd om het tot je te laten doordringen, want jullie moeten meteen de degens voor de laatste keer kruisen. Voor de laatste tattoo van deze competitie. A Man's Ruin. Moosje, waar ga jij op letten bij deze allerlaatste tattoo? Nou ja, er hoort een pin-up in te zitten. En een pin-up hoort sexy te zijn. Goede curves moeten erin zitten. Ze moeten een mooi gezichtje hebben. Ze is niet je buurmeisje. Ze is echt een sexy dame die een man kan ruïneren. Errol, wat wil jij zien bij deze tattoo? De stijl is vrij, maar... ieder lijntje, ieder shadingje, ieder kleurtje wat je gebruikt, wordt onder een vergrootglas gelegd. Dus ik verwacht absolute masterpieces. En hier zijn jullie canvas. Goedenavond. Hey. Jullie canvassen willen deze Man's Ruin op een stoere, maar moeilijke plek. Borstkas. En om te bepalen wie welk canvas krijgt, mogen jullie dobbelen. Degene die het hoogst gooit, mag zijn canvas kiezen. Ga voor. Zes en één is zeven. Negen. Matthew gooit negen. Je mag als eerste kiezen. Wat is je langste sessie die je hebt gehad? 5 uur. Voor jou? 5 à 6 uur. Dat is even. Dan ga ik voor nummer 1. Hoi. Jullie hebben de rest van de avond om met je canvas tot een voor jou hopelijk winnend design te komen. Morgen krijgen jullie 8 uur de tijd voor het zetten van jullie allerlaatste piece in deze wedstrijd. Zet hem op. Dankjewel. Ik ben er helemaal klaar voor. Ja, ik zie het wel zitten. Heb je zelf een bepaald idee of een bepaalde voorkeur dat je zegt van dat wil ik er echt wel in terugzien? Ja, of... voor mij alles wat jij vindt, waar jij het beste in bent, heb ik geliefd. Alright, goed. De stijlkeuze, dat maakt ook jou wel uit. Het is een vrij gemakkelijk canvas. Het maakt er hem niet uit of dat in kleur kwam of in black and gray, of dat realistisch was of eerder old school. Flessen drank, tequila. Tequila? Ja.
En aangezien dat we met toch een tijdslimiet zitten van 8 uur, denk ik dat ik een beetje een combinatie van de twee ga doen. Dus strakke outlines, maar wel black and grey ingekleurd. Wat het snelste vooruit gaat natuurlijk. Mag ik eens kijken? Ja, oké, super. Maar had je zelf al wat ideeën wat je erop wou hebben qua elementen en zo? Ja, ik dacht sowieso aan een roulette tafel. Dus ja. Even ook dat die aansluit bij deze sleeve. Ja. En, even kijken wat hier nog bij kan komen. Ja, ik zit toch misschien te denken aan een sexy pin-up aan deze kant dan. Mm-hmm. Ik vind het een hele leuke opdracht, omdat er divers is qua elementen wat je erin kan stoppen. Dat is wel spannend. Alleen wel een heel groot stuk. Ik ga er wat moois van maken. Cool. Ja? Vertrouw erop, zeker? Top. Dankjewel, man. Het is de eerste keer dat ik een Man's Ruin tattoo ga doen. Dus dan maak ik het nog zo spannender. Een Man's Ruin, dat is sowieso wel een bekende thema in de tattoo-wereld. Seks, drugs, drank, rock'n'roll. Dus dat is wel gaaf. Het allereerste dat ik gedaan heb, is mijn pin-up from scratch gemaakt. Speciaal voor Morrison. Dan heb ik ook nog tequila-flesken in mijn tattoo gestoken. En dan een shotglaasje van tequila. Maar dan is zo dat tequila-wormken in. Zo toch een iets andere aanpak dan dat ik normaal zou doen. Ik hoop dat de jury het ziet dat ik zelf een pin-up gemaakt heb. Het is geen bestaande pin-up. Er staat geen foto van die pin-up. Dus ik hoop dat ze dat zien. Ja. In mijn chest piece tattoo komt een roulette schijf. Biljetjes, een whiskyfles. En de pinnen. Mijn ontwerp is zo gemaakt dat ik het met 8 uur af kan krijgen. Zodat de klant ook zo min mogelijk last ervan heeft. Finalisten, dit is het moment suprême. Vandaag is het erop of eronder. Je zult alles moeten geven voor de ultieme eliminatietattoo. Want slechts één van jullie wordt Inkmaster 2018 en gaat naar huis met 20.000 euro. Onder toeziend oog van de jury gaan jullie zo het stuk van je leven zetten. A man's ruin. Je hebt hiervoor 8 uur de tijd. 8 uur om ons te impressen. Wie wordt Inkmaster 2018? It's up to you. Veel succes. De tijd start nu. Goedemorgen. Klaar voor? Zeker, zeker. Ja. Een Man's Ruin is een van mijn favoriete tattoos. Dat is echt een traditional tattoo. Dat het gewoon van back in the days is. Top. Gaan plakken. Ja, man. Mooi. Het is een thema die iedereen moet kunnen zetten. Iedereen moet in ieder geval snappen wat een Man's Ruin is. En dan mogen ze het in hun eigen stijl zetten. En dan komt er deze kant er zo eigenlijk bij. Awesome. Echt super. Met? Ja, all right. Mijn canvas was heel blij met het ontwerp. Dus er viel al een heel pak stress van mijn schouders op die moment. Mijn canvas die zag het ontwerp en die was wel heel blij. Pas precies, hè? Ja, is het echt perfect zo. Ik plakte de stencil ook nog eens in één keer goed. Gaaf op, hè? Zeker. Goeie start. Wat lastig is van de Man's Ruin op een borstkas, het is een symmetrisch vlak. Dus je moet iets ontwerpen wat gelijk gaat. Weet je, als hier omhoog gaat, kan je niet hier weer omlaag. Dus je moet een soort van mooie balans vinden om dat helemaal mooi op de borst te laten passen. Dat is best een lastige. Zit die goed? Een klein beetje moet hij omhoog. Het plakken van mijn stencil ging niet zo vlotjes. De ene kant stond er vrij snel op, maar de andere kant heb ik toch 2 keer opnieuw moeten plakken. En dat is wel heel belangrijk dat je juist plakt. Matthew en Joyce zijn heel erg aan elkaar gewaagd. De een maakt heel krachtige tattoos. De ander maakt super technisch perfecte tattoos. Dus ik verwacht er heel wat van. Wat echt belangrijk is in een Man's Ruin tattoo is toch wel echt de pin-up. Ik ga letten op het gezichtje, of haar lichaam lekker loopt. De benen moeten mooi zijn, de handjes moeten kloppen. Dat is een heel moeilijk dingetje, dat gaat meestal de mist in. Matthew, je hebt te lang getekend, hè? Ja.
Ik heb tot een uur of vier heb ik doorgetekend. Hij moest gewoon perfect passen van alle hoeken. Ja. Plaatsing vind ik erg goed. Geld en de roulette aan de ene kant, een vrouwtje en een flesje aan de andere kant. En de fiches netjes in het midden. Goed design. Ja. Matthew heeft een heel goed design dat heel mooi zit op de borst. Maar ik zie op de tekening dat de pin-up geen onderbenen heeft. En ik hoop wel echt dat hij die gaat doen. Ga je ook nog de onderkant hier doen? Ja, ik ga zijn borst ga ik mee vormen. Ja. Omdat ik hier toch wat lichte elementen ook erin heb. Hier, net zoals met de briefjes, dat ga ik dan mooi afronden met donker. Ja, ja. Afsluiten. Ja. En er zijn 3 uur voorbij. Nog 5 uur te gaan. Joyce, hoe gaat ie? Goed. Hij ligt heel stilletjes. Ja, ja. En jij ligt op schema? Ik denk het wel. Ja? Dan ga je hem in kleur of in black and grey? In black and grey. Nou, want in kleur kan ik het niet redden. Kan het halen, allebei? Ja, ik denk het wel. Voor zo'n stuk staat ongeveer 3 uur lijnen. En dan kun je nog 5 uur keren shaken. Hoeken. En Joyce, design? Ook een goed ontwerp. Zo'n mooie tequila fles met een shot glaasje erbij gedaan. Er zit een wormpje in het tequila glaasje. Dat hoort niet. Mensen maken heel veel die fout. Tequila worm is eigenlijk de mezcal worm. Zit bij mezcal en niet bij tequila. Oké. Dat is een klein, klein foutje. Hey, zijn dat Sjulstenen van zo'n Sjulbak? Nee, ze zijn nog niet aan. Heb je tequila wel goed gekeken hoe dat gespeeld is? Ja. Zeker? Ja. Het is wel leuk om haar een beetje te zieken. Gewoon van, klopt de spelling wel? Maar ze trapte niet echt in. Ik had echt iets van, ja, jij verspeelde je tijd daarmee. En ik niet, dus laat hem maar doen. 4 uur voorbij, we zitten op de helft. Nog 4 uur te gaan. Matthew heeft een beetje problemen met de tijd. Had jij planning gemaakt? Even kijken, loop nu al een half uurtje achter eigenlijk. Ja, op een gegeven moment raakte ik wel echt in de stress, omdat ik toch wel achterkwam dat mijn tekening iets te veel gevraagd was eigenlijk. Matthew is nog steeds bezig met 1 kant. Ziet er best donker uit. En die andere kant is nog heel licht. Dus ik hoop dat hij die balans daar echt wel goed in krijgt. Hoe is de sfeer hier? De sfeer is rustig, maar... Ben jij rustig? Ik ben aan het knallen nu. Ja? Ja. Knallen tegen de tijd? Knallen tegen de tijd, ja. Ik hoop dat ik het afkrijg. Ja, echt waar? Ja, ja. Ja, het enige wat ik nu kan doen is gewoon keihard doorknallen. En dan hoop dat ik het alsnog afkrijg. Ja, je hebt nog 2,5 uur. Ja. En hoe gaat het hier? Goed. Ja? Ik ben tot nu toe al heel tevreden. Geestelijk is het zwaarst. 8 uur lang je focus houden op 1 en dezelfde tattoo is sterk. Plus in dit stadium, in de laatste ronde, moet ook geen foutjes maken. Want ja, dat kan er wel voor zorgen dat je dan toch die prijs niet mee naar huis neemt. Er zijn 7 uur voorbij. Dat betekent, het laatste uur gaat in. Ga je het afkrijgen? Ik denk het wel. Maar ja, ik zou toch willen dat de sigaar rookt. Ja. Ja. Hey. Joyce moet nog de hele achtergrond doen. Ja, die wil ik wel zien. Ja, want anders heb je echt een middenstuk dat heel leeg is. Matthew. Hallo. Hoe gaat ie, jongen? Ik ga sowieso wel sneller dan ik dacht nu. Dus, nou, op een gegeven moment was ik gewoon weer lekker bezig. Ja, misschien ook wel een soort van einde in zicht. Ik zag Matthew. 1,5 uur geleden of zo. Nee. En toen dacht ik van, gast, dat gaat hij nooit redden. Ja. Nu zijn we 1 uur later. Hij wordt al bijna genomen aan de hele kant. Hij kan wel heel snel werken. Ja, dat is spannend. We gaan het zien. Ja. De laatste 30 minuten gaan in. Come on, guys.
Lekker. Mijn tatoeage is af. Ik ben best wel blij met mijn eindresultaat. Mooi stukje, mooi groot. Ik denk dat de compositie van de dingetjes die ik erin heb gedaan wel mooi zijn. Ja, super. Tevreden zo? Zeker. Super vet. Goed uitgezet, jongen. Ja, zeker. Ja, dat had ik niet verwacht. Het is zo mooi was. Dat is goed, hè? Nee, ik ben er blij mee, ja. Ik ben heel blij met mijn eindresultaat. Ja, ik vind het een duidelijke tattoo, leesbaar. Alle elementen zitten erin dat mijn klant wou. Ik ben echt heel tevreden. Spannend nu. Oh my god, mijn hartje. Jongens, wat een hell of a job is dit. May the best man win. Inkmaster, meester van de lage landen, is... Zenuwen, Biggie, ja, die zijn toch wel vrij sterk op dit moment. May the best man win. Joyce en Matthew, finalisten. The last man standing. Vandaag hebben jullie 8 uur keihard en non-stop gewerkt aan 2 absolute masterpieces. Chapeau. Ja, jullie staan hier natuurlijk niet alleen. 7 weken geleden begonnen jullie deze strijd met z'n tienen. Een competitie waarin we jullie tot het uiterste hebben getest. Jullie moesten je creativiteit botvieren op vuilnis, ijs, vuur, post-its, houten platen en lichaamsdelen. Nachten hebben jullie doorgehaald om tot het allerbeste design te komen. En hier in jullie eigen shops hebben Errol, Morrison en gastjuryleden wekelijks jullie tattoo skills onder de loep genomen. Het was een ware uitputtingsslag, waarin jullie 8 andere kandidaten achter je hebben gelaten. Nikki was de eerste die haar shop moest sluiten vanwege haar niet goed leesbare alpaca. Alvaro's Black and Grey Rose met de tekst Lost in Paradise kostte hem de kop. Martina ging naar huis door haar te donkere, niet zelf getekende uil. Byron zit inmiddels weer op Curaçao door het schip dat hij zette. Zijn lijnen waren niet strak en zijn dots waren te slordig. Kenny won eerder met zijn kleurentattoo, maar struikelde in aflevering 5 door te weinig tijd. En vorige week bleek Trash Polka zo lastig dat we zowel Bodine als Mick naar huis stuurden. En als laatste sneuvelde Robin in het zicht van de finish. Alleen de lampen in jullie shops bleven branden. Vandaag streden jullie voor de laatste keer tegen elkaar. Jullie zetten een iconische tattoo. A man's ruin. Een klassieke tattoo. Hoe hebben jullie dat gedaan? Matthew, wil jij een stap naar voren zetten? Zeker. Matthew, hoe was het 8 uur aan een stuk aan een tattoo werken? Het was wel lekker eigenlijk. Alleen weinig geslapen, dus het was wel vermoeiend. Morrison, wat vind jij van design? Ja, het design is heel cool. Het loopt heel mooi mee met de borst, de roulette tafel en het pin-upje. Maar als je van dichtbij gaat kijken, dan zie je wel wat foutjes. Als je kijkt naar het handje van het pin-upje, zijn de lijntjes niet helemaal lekker. Ook had je wat meer aandacht kunnen geven aan de benen, de onderbenen. Ik vind dat ze net niet lekker aflopen. Ze zijn een beetje afgehakt. Ja. Het highlightje om het pin-up heen is wel heel mooi. En het dolkje in het flesje is een leuke detail er weer bij. Ja. Matthew, ik vind de plaatsing erg goed. De 2 ronde vormen, daardoor zit hij lekker op die borst. Ik had in het begin twijfels over hoe je het contrast zou gaan aanpakken. Uiteindelijk is dat wel goed gekomen. Je hebt heel goed het contrast in links en rechts beter weer te geven, waardoor die balans heel goed is ontstaan. Maar we hebben ook alles onder een hele vlijmscherpe loep genomen. Ja. Die handjes, waar Morris het er dan al over had, had je op kunnen lossen met een shady key erin. Ja. En nu ziet het anatomisch heel raar uit. Ja.
En de borstlijn, die had iets meer naar het midden moeten. Die loopt nou even iets meer naar de oksel toe, waardoor de oksellijn ook niet klopt. En die lijn had je ook weg kunnen laten. Want het shadingje wat je daar hebt gezet, dat suggereert al de oksellijn. Ja. Ja, en de visjes. Ja, een beetje ongelijk, hè, links en rechts. Ja, er kwamen uit twee verschillende koffers. Hè. Ja, ja. Zo lus ik er ook nog wat. Dankjewel, Matthew. Oké, dank jullie wel. Joyce, wil jij een stap naar voren zetten? Zet hem op. Joyce, jouw time management was goed vandaag, hè? Ja, ik was er zelf eigenlijk van verschoten. Ja, dat was wel tof. En het eindresultaat, hoe zou je dat willen kwalificeren? Ik ben er wel blij mee, ja. Errol, wat vind jij van het design? Ja, ik vind het een prima design. Hij klopt lekker op die borst. Ik vind de fles tequila vind ik heel erg goed. Alleen het glaasje, dat had wel wat netter gemogen. Dat is wat boller aan de linkerkant en het suggereert een voetje. En aan de rechterkant is het een strakke lijn die gewoon achter het geld verdwijnt. En als je het ovaaltje van de drank erin bekijkt en je bekijkt de opening van het glas, die twee ovaaltjes zijn niet gelijk. Die had je beter gelijk kunnen maken. Hoe maak je in zwart-grijs heel overtuigend een limoentje? Ja, zo dus. Orson, de plaatsing? Ja, hij zit supermooi op de borst. Hij is heel goed leesbaar. Ik vind dat witte lijntje om de tattoo heen ook heel mooi. Geeft het echt een voorgrondje en een achtergrondje. Alleen, de tequila-worm klopt niet. Die zit bij mezcal. Dus dat is een klein foutje. Hij hoort helemaal niet bij tequila te zitten. Oh, raar. Heel raar. Iets vaker mezcal drinken, ja. Komt goed. Oeps. Ja, je weet wat ik van pin-ups vind. Haar benen, haar borsten, allemaal goed. Alleen haar gezichtje vind ik niet helemaal lekker lopen. Eén kant van haar gezicht is heel scherp. Er had een iets boller wangetje in mogen zitten. En haar haar, haar haarlijn zit wat op haar voorhoofd. Als je die een stukje naar achter had getrokken, had ze ook een beter gezichtje meteen gekregen daardoor. Joyce, dank je wel. Ja. Wij hebben geen gemakkelijke taak. Maar over een paar minuten weten wij wie Inkmaster 2018 is. Ja, je hebt de zenuw, hè? Oh, maar ik heb keiveel zenuw. Ja, hè? En? Ik ben ervan overtuigd dat jij het bent. Jij staat ook niet voor niets nu naast mij, hoor. Amai. Wat ruïneert de man? Zwoele sfeer waarin gezogen wordt. En je gaat naar de kloten. Je ziet gewoon twee fucking goede platen. We hebben er gewoon 8 maanden uitgespeeld samen, jongen. Ja, dan kom je tot besef, hè. Dan zie je de lampjes uitgaan. Dan denk je echt van, oh, wauw. We hebben het toch wel weer goed gedaan, hè? Ja. Compositie is bij beide goed. Ja. Plaatsing bij beide goed. Het zit hem in de details. Ondanks dat ze alle twee hun stinkende best hebben gedaan, zit er natuurlijk wat schoonheidsfoutjes in. Voor mij laat deze net wat meer zien. Hij vertelt zo duidelijk het verhaal en hij laat goed de sfeer van het verhaal ook zien in de tattoo. Wie dat zegt, de sfeer. En daar is het meer een verzameling zaken die daartoe zouden kunnen leiden of zo. Inkmaster 2018. Ja, hoe gaaf is het om zo'n titel te dragen? Dat is gewoon een pluimpje op je werk, kerstje op de taart, neusje van de zalm, noem maar op. Het is gewoon gaaf. Spannend nu. Oh my god, mijn hartje. Het is een soort erkenning gewoon, dat je een heel goede tatoeëur bent. Maar ja, wie gaat het worden, hè? That's the question. Jongens, wat een hell of a job is dit. Maar we moeten een keus maken. De laatste keer voor de jury. De spannendste keer voor de jury. Ik hoop dat ik Inkmaster word van 2018. Dat zou wel erg gaaf zijn. Echt top. Wij zijn eruit. Ik hoop echt dat de jury zegt dat ik de winnende tattoo heb vandaag. Dus, fingers crossed. Joyce en Matthew, jury zijn is niet altijd makkelijk, kan ik jullie verzekeren. Wat hebben jullie het ons moeilijk gemaakt met de pieces die jullie vandaag gezet hebben. Ik ga jullie snel uit jullie lijden verlossen. Wie wint Inkmaster 2018? Meester van de Lage Landen. En gaat naar huis met de titel en 20.000 euro. Ben jij dat, Joyce, met je Chicano-stijl Man's Rune?
met die lekkere flow erin. Of ben jij dat, Matthew? Met je man's rune in twee mooie rondingen op de borst geplaatst. Voor ons staat een duidelijke winnaar. Eén tattoo is bijna perfect. Met oog voor detail. Zelfs als je hem zo onder de loep legt, zoals wij vandaag gedaan hebben. Inkmaster, meester van de lage landen, is... Joyce. Gefeliciteerd. Inkmaster is fantastisch om mee te maken. Ja, ik heb hier super toffe mensen leren kennen. Ik heb nieuwe technieken leren kennen. Zowel van de mensen rondom mij, de tatoeërs rondom mij, als van de kritiek dat je krijgt van de jury. Dat doet wel iets mee. Dat verandert u wel als persoon, Inkmaster. Ja. Dit was Inkmaster 2018. Tatoeëer jij ook? En wil jij daar ook staan? Word jij de nieuwe Inkmaster? Ga dan naar spiketv.nl en geef je op.